Weet jij hoe laat het is, Ricardo? Nou, Robin, het is tijd om te gaan picknicken. Kijk maar op de klok. Wauw. Ricardo, dat picknicken, dat was een geweldig idee van jou. Ik wou dat we dat elke dag konden doen. Ja, maar we kunnen het niet elke dag doen, want soms regent het. En als het regent, dan heb ik geen zin om te picknicken. Snap je dat? Ja, ik snap het. Heb jij nog wat honger? Nou, ik wilde net nog wat aan pakken. Hier ben ik weer! Oh nee, hè? Niet jij weer, hè? Wat moet je toch altijd van mij? Jij bent toch altijd de beroemdste van de wereld? Ik ben er nu meer dan zat! Ik wil ook beroemd worden! Luister eens, ik heb je toch al meer dan 10.000 keer gezegd, je kunt niet beroemd worden. Ik werk nu samen met Robin, snap dat dan toch? Oh mijn hemel, ken jij die dame? Ja, een vervelerik. Ze verveelt me altijd iedere keer om te vragen over, mag ik een krantje lezen alsjeblieft en wat dan zo. En ik ben dan meer dan beu en beu en nog eens beu. Oh. Jij bent gewoon niet aardig voor je beste idool. En trouwens, als ik ook graag eens beroemd wil worden, mag ik dan ook eens met je mee? Ik heb je al nee gezegd. Als je nou één keer zo doorblijft, hè, dan ga ik je iemand waarschuwen die je meteen zo hard mogelijk weggooit. Hè. Heb je dat begrepen? Huh, ik blijf hier toch gewoon lekker staan waar ik sta. Nee. Oh, nu is het genoeg. Wat is er aan de hand, heren? Ach, dat stomme vervelende kring probeert me altijd te vervelen. En ik ben het al meer dan beu. Jongedame, blijf bij die jongens in de buurt. Het is hier streng verboden om hier bij iemand anders te laten bemoeien. Waar bemoei jij je nou mee? Ik ben hier de baas en jij bemoeit nergens mee. Opzouten of ik gooi je eruit. Heb je het goed begrepen? Mag ik? Niks te maken, eruit jij. En nu meteen. Haha, eindelijk weer rust. Nu hoeven we niks meer van haar te horen. Dat is ook maar goed ook. Als er een probleem is, dan waarschuw je ons. Maar ook nog wat. Over 5 minuten gaat de kampeerpicknick meteen stoppen. En dan gaan jullie weer terug naar huis. Ja, meneer. We zullen nog maar een paar minuutjes picknicken en dan gaan we weer naar huis.